van het startpunt. Goede nieuws is dat er niet meer gesproeid hoeft te worden. En de start is gevallen. Fury Di Muccio aan de buitenkant doet mee aan het duel om de leiding. Was zelfs bijna de startautovleugel even voorbij. Aan de binnenkant Florijn die de kop wil houden. En aan de buitenkant daarnaast gaat ook mee Go River Flevo. Florijn is als eerste bij de bocht. Go River Flevo zou er dan wel achter willen. Nummer 9 galop. Vraag is of dat past, want Veld een Revenge gaat proberen om dat te voorkomen. Voorlopig wil Go River Flevo ook nog niet naar binnen. En daarachter ligt Fury Di Muccio. En op de vijfde plaats daarachter ligt Ebbingen met Devil. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En er gaat weer een hele vlotte opening komen, want er was fors druk op de leider Florijn. En Florijn gaat die eerste tussentijd nu neerzetten. En die luidt 1.097. Zo zijn we de eerste 500 meter vlot door en gaat het tempo nu wat naar beneden. En het is Florijn die leidt. Florijn, aan de binnenkant daarachter is het Veld een Revenge. En aan de buitenkant daarnaast Go River Flevo. Dan Fury Di Muccio die er mooi in ligt in het tweede spoor. Binnenkant daarnaast Devil. Daarachter ook aan de relingzijde Bo Gaillard. Daarnaast schuin ervoor Guilaine. En daarachter volgt dan nog het nummer 7 van Handsome Guy. Dan valt er een gaatje naar Illimani Montana. En die moet de aansluiting nog gaan bewerkstelligen. En daarachter ligt ook nog Gold Rush H. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Hebben we nog een ronde te gaan in de finale van de Regio Challenge Groningen. En leidt een Groningen specialist en dat is Florijn. Florijn, tweede tussentijd, 19-9. Dat gaat dus in een wandeltempo die laatste kilometer in. Aan de buitenkant daarnaast is het Go River Flevo. Dan aan de relingzijde daarachter Veld een Revenge. Fury Di Muccio krijgt een koers op maat. En daarachter geldt eigenlijk hetzelfde voor Guilaine. En Gold Rush Hardy was uitgeschakeld. Die wordt nu ingehouden. Zo gaan de paarden de Z-Turf bocht door. Tempo zal langzaam weer omhoog gaan. En als hij hetzelfde doet als in de kwalificatie, dan gaat hij in een laatste 500 meter van 13 straks naar huis, Florijn. En iedereen zit daar achter te wachten op het moment dat het tempo vooraan omhoog gaat. Voorlopig gebeurt dat nog niet. Florijn leidt. Florijn, daar gaat naar het derde spoor Fury Di Muccio. En dan zal hij moeten gaan rijden. Florijn aan de binnenkant. Daarachter Veld een Revenge. Tussentijd 16-9. Daar komt Fury Di Muccio aan. En het gaat steeds harder regenen. Inmiddels zakt Go River Flevo terug. Gaat binnendoor ietsje naar voren Devil. Paarden gaan de laatste bocht nu in. En de leiding is in handen van Florijn. Schuin daarnaast is het Fury Di Muccio. En ze zijn halverwege een hele natte Tjarda-bocht met op de derde plek daarachter. En die moet het ruggetje nu even laten gaan. Veld een Revenge. Florijn leidt en die moet het gaan uitvechten met Fury Di Muccio. En die twee paarden komen ruim voor de rest de laatste rechte lijn nu in. Florijn aan de binnenkant, Fury Di Muccio aan de buitenzijde. Florijn aan de binnenzijde verdedigt zich. Florijn aan de binnenkant heeft nog altijd een voordeeltje. Fury Di Muccio blijft het proberen. Veld een Revenge komt er ook nog bij. Florijn aan de binnenkant, 13-1 de laatste 500 meter. Nu is Fury Di Muccio voorbij. Fury Di Muccio gaat hem winnen. Klopt hier Florijn. Veld een Revenge op plaats 3. En vierde wordt Illimani Montana. Tijd voor de winnaar. 15 rond.